Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 5 april en ik ga voor jullie een nieuwe weekvlog beginnen. Dus als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is dus vandaag maandag, tweede paasdag en ik ben vandaag vrij. En ik ga zo meteen met mijn huisgenoten een baas ontbijt eten. Heel gezellig. En ik dacht het wel een leuk idee als mijn huisgenoten deze week mijn outfits mogen kiezen. Dus C is alvast even aan het kijken wat ik vandaag aan moet. Mijn broeken liggen, laat maar zeggen, overal daar. Jij hebt echt geen jurkjes of rokjes, hè? Oh, die heb ik niet mee. Oh. Ik heb wel jurkjes, maar... Ik heb dat spijkerjurkje, heb ik. Ik heb... Die nieuwe! Ja, die moet je aandoen. Ja, okay. Is toch leuk? Ja, oké. Okay. Ja, ik stem voor die. Oké, okay. Waar is die eigenlijk? En die Zara-tas? Daar, onder je bank. Oh, ik denk oprecht dat die mijn vader ligt. Niet in die tas? Nee, hij moet wel hier liggen. Hier, in deze. Oké, okay, deze moet ik aan. Ja. Met een zwarte panty? Ja. En welke schoenen? Zwarte laarsjes, die. Oké. Okay. Nou, ik ga het even aandoen. En mijn hanger is gebroken net. Outfit. Yeah. Oh no. Oké, okay, dit is de eerste outfit. Deze is dus gekozen door CDA. Dit spijkerjurkje is van de Zara met gewoon een panty en mijn zwarte Zara laarsjes. En ik ga nu beneden helpen met het paasontbijt klaarmaken. Wat gaat dit snel? Oké, okay, de tafel is al gedekt. Ik stond even nog tot om 8:30 de tafel te dekken. Oh. Ik moet het even bewaren, denk ik. Oké, okay, ja. Als het niet opgaat. Eitjes, drinken. Woe, gaat goed meiden. Ik kijk wel weer. Je ziet wel weer die werkpaarden, maar echt. En de sierpaarden. Oh, kut, heb ik ook. Ik ben allebei. Oh, maar het moet niet even warm. Filmt hij al? Ja, toch? Oké, okay, doe poppen dan. Oh, poppen. Oké, okay, daar gaan we. Hoe warm er ook in. Je moet dan in elk glas half doen. Hebben we geen champagne glazen? We hebben wel champagne glazen. Het lukt me niet. Ja, je moet. Je doet het ook. Kom eens. Zal ik even laten zien hoe het moet? Ja, maar ik heb het gisteren ook gedaan, maar deze zit gewoon heel strak. Je moet ook zo draaien, dan gaat hij beter. Hoe doe je? Hier, wacht. Ik ga zo doen. Ja, doe jij het begin alvast een beetje. Hij gaat. Oké. Okay. Oh, kut. Hij gaat. Ik denk, ik kan het niet meer in geven, want hij gaat. We hebben een witte Pasen. Wil je over de stoep rijden? Ja, hoezo ga je over de stoep rijden? Oké, okay, goed bezig, huisgenoten. Wat is jouw taak gedaan? Ik maak de foto's. Ik had gefilmd. Nee? Was het lekker, dames? We zijn weer alles aan het opruimen. Eline en Celia. Nou. Okay, ik weet niet of ik net de tafel heb gefilmd. Beetje jammer. Ja, dat heb je gedaan. Oké, okay, dat is mooi. En anders van je. Komt het nu in beeld? Ik ga zo meteen even mijn auto ophalen. Met mij? Ja. En dan gaan we ook in de boodschappen doen. Ja. Oké, ja, is goed. Nou, paasontbijt was heel lekker. C en ik zijn nu in de Jumbo. We gaan even boodschappen doen. C loopt daar. Ze heeft een heel leuk pak aan. Dat pak heel leuk is wat je aan hebt. Van de Costus. Voor als jullie het willen weten. En mijn jurkje, maar dat had ik al verteld, is van de Zara. En morgen heb ik de stage, dus dan kan ik niet zoveel filmen. Maar ik zal wel mijn outfit even filmen. Want die moet Eline straks al klaarleggen. Want die neem ik dan morgen mee. Die neem ik vanavond mee, want ik ga naar mijn vader. 2 halen, 1 betalen. Ja. Los gansels. C en ik hebben even boodschap gedaan. Ik doe zo meteen weer dat andere aan. Wat C voor mij heeft gekozen. Alleen ik ga dus nu het huis stofzuigen. Want dat is mijn taak deze week. En toen dacht ik, dat is gewoon niet fijn met een panty aan. En dat jurkje gaat dan ook zo open. Dus ik ben even mijn kamer aan het opruimen, zodat ik ook gelijk mijn kamer kan stofzuigen. En dan heb ik alles gedaan. En ik heb dus hier nieuwe lichtjes hangen. Wat ik dat al laat zien, maar dat ziet er dus heel schattig uit aan de balk. En ik wil dus eigenlijk nog meer lichtjes. Deze zijn gewoon van Shein. Dus best wel top. Dus ik ga nog even verder mijn kamer opruimen. En dan ga ik even overal stofzuigen. Oké, okay, mijn kamer is weer helemaal schoon. Ik ga deze even weer helemaal naar beneden tillen. En het sneeuwde net. Echt bizar. Maar het is wel lekker weer. Dus ik ga nu eventjes beneden zitten. Volgens mij was C soep aan het maken, dus ik ga wel even kijken. Ik
ga toch dit raam dicht doen. Jouw outfit echt niet aangehad. Ik ga hem straks wel weer aandoen. Oh. Maar als je dan thuis gaat chillen, is het zo goed om een panty aan te hebben. Ja, dat heb ik ook altijd. Oké, Zee en ik zitten in de auto, want we gaan naar de Mac. Ik schaam me zo erg. Ze lopen van het paas op uit. Nee, dat kan echt niet. Ja, maar vorige week ook weer. Toen dacht ik ook, kijk, ik film het gewoon maar niet meer. Dan is het ook minder erg. Ja. En echt niet. Ah, deze is beter dan de Starbucks hoor. Ja? Ja, oprecht. Nou, wat gaan we doen? Gewoon ergens staan, maar ik snap niet al deze... deze mensen. Oh, ik zou even wachten. Het sneeuwt. Ja, ik ben heel benieuwd wat je van dat ding vindt. Je moet alleen niet te snel drinken bij die, want je krijgt heel snel een brain freeze. Lekker. Nou, ik ga straks naar huis, maar jij moet mijn outfit kiezen voor morgen, want dan kan ik die meenemen. Ik weet echt niet wat ik dan moet kiezen. Wat is er? Ik vind het gewoon leuk, want een leuke pyjama. Oh, nu ga jij mij filmen. Nee, ik ga niet je hele pak filmen. Maar okay. Ik weet niet wat jij leuk vindt. Ja, maar jij moet juist kiezen wat jij leuk vindt. Wat hangt het mooie kleur? Goed, hè? Kijk, dat zijn allemaal broeken en erachter ligt ook nog een stapel. Alle hangdingen, shirtjes en zo. Ik heb wel stage, dus een klein beetje... Ja, dat weet ik, maar het vind ik juist moeilijk. Alhoewel, eigenlijk is dat eigenlijk wat ik normaal ook aan heb, zeg maar. Oké. Okay. Ja, maar je mag zelf kiezen. Oké, ze heeft al deze kooltrui uitgekozen, deze beige kooltrui. En dan met deze donkere broek. Oké, dit is de outfit geworden. Dit ga ik dus morgen aandoen op stage. Alsjeblieft, ik kan ook je van de zaak. Ik zou dit zelf ook uitkiezen. Wat een leuke outfit heb jij aan, trouwens? Ja. Wat heerlijk. Nee, ik zou dit zelf ook uitkiezen. Ik laat het nog bij mijn ouders liggen. Goed gedaan. Het is inmiddels maandagavond. Ik was dus... Ik weet eigenlijk niet wat laatst is gefilmd, maar... Ik ging dus bij mijn vader thuis eten en toen heb ik even piano gespeeld, dus... Dat ben ik nu de hele tijd aan het luisteren, zodat ik dat een beetje in mijn hoofd krijg, want ik wil weer iets nieuws leren. En ik heb net even aan school gezeten en ik heb morgen dus stage en ik slaap toch gewoon in mijn eigen huis, omdat het kan gewoon iets makkelijker uit. En ik krijg ook een beetje stress van elke keer heen en weer gaan. Mijn outfit voor morgen die Eline heeft uitgekozen, die ligt hier. En dan mag overmorgen kan Noor dan een outfit voor mij kiezen. Ik heb de outfit van vandaag dus niet heel lang aangehad, omdat ik me dus niet zo lekker voelde. Maar met schoonmaken was het gewoon niet heel handig om een jurkje aan te doen. Ik moet eigenlijk nu aan school, maar ik weet niet of ik daar echt te veel zin in heb. Maar ik heb ook niet zin om piano te spelen, dus ik moet even kijken. Dus ik ga ook of heel even kleuren. Want ik had een nieuw boek gekocht. Of ik ga toch nog even piano spelen. Goedemorgen, het is vandaag... Ik doe even het licht anders. Nou, het licht blijft zo staan. Oh ja, dit is beter. Het is vandaag dinsdag en ik heb vandaag stage. Gisteren was het natuurlijk Pasen, dus toen ging mijn stage niet door. En het is echt zo slecht weer. Het is echt niet te doen. Het sneeuwt echt mega hard. Dus ja, ik ben blij dat deze outfit is gekozen, omdat het gewoon lekker warm is. Ik zal het nog eventjes laten zien. Deze outfit heeft ze gekozen. Deze beige kooltrui van Naked met dit jasje van Shein. En dan gewoon een donkere broek, ook van Naked. En dan doe ik mijn zwarte laarzen eronder. En ik ga dus nu naar stage toe. En oh nee, ik moet eerst nog even beneden ontbijten en dan ga ik naar stage toe. En ik moet een beetje stil zijn, omdat iedereen nog ligt te slapen, want het is heel erg vroeg. Oké, Noor gaat mijn outfit kiezen. Nee, maar de achterkant wel. Oké, Noor gaat mijn outfit kiezen. Oké, wat daar hangt, dat zijn gewoon allemaal... Ja, dat is allemaal broeken daarachter ook. Je mag ook je stapel heel erg bedankt. Oké. Het is zo'n cardigan vestje. Met een hemdje. En deze broek. Zou ik zelf ook aandoen. Goed gedaan. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En ik had vanochtend heel snel even gefilmd dat Norma een outfit ging kiezen. Ik was toen net wakker en zij ging de hele dag weg. Dus ik dacht, ik moet het even nu filmen. Ik heb hem net klaargemaakt. Ik heb mijn haar gedaan. Alleen die voorste plukjes staan zo. Want ik had geen zin om te stylen.
Dus ik ga zo mijn outfit aandoen, wat ze had uitgekozen. En dan hebben dus C, Eline en Noor, dus alle drie mijn huisgenoten, een outfit gekozen. En dan laat ik morgen weer iemand anders kiezen, gewoon zo. En ik had nog een pakketje van de H&M, want ik had daar wat besteld. Niet heel bijzonder, maar ik dacht, ik laat het toch even zien. En ik heb het ook al opengemaakt, omdat ik het gisteren even wilde laten zien. Als eerst heb ik gewoon twee BH's, een zwart en een wit. En die zijn altijd heel chill. Zeker in de zomer draag ik die heel vaak onder dingen, omdat ze niet doorschijnen en ze gewoon helemaal soort van plat zijn. Hoe zeg je dat? Glad. Dus dat is heel fijn. En ik had nog een nieuwe pyjama besteld. En ik zag deze en ik vond deze heel erg leuk. Het is een beetje een taupe beige kleur. Met een kort broekje. Heel erg lekker om in te slapen. Want de stof is dus heel erg fijn. Het was iets van 20 of 30 euro. En daarbij ook gewoon het bijpassende shirt. En dit zou je natuurlijk ook gewoon in de zomer echt als outfitje kunnen dragen. Maar ik dacht ook wel lekker om mee in te slapen. Dus dat is wat ik daar heb gekocht. Ik heb net al aan mijn onderzoek gewerkt. En ik ga straks bijles geven. En ik moet vanavond koken. Ik had gelukkig gisteravond al als eerste naar de boodschap gegaan. Want ik had echt geen zin om vandaag ook weer naar de supermarkt te gaan. Dus dat. En ik zat gisteren een beetje na te denken over wat ik wil met mijn planning. Want ik heb het gewoon echt heel druk. Ik heb op maandag en dinsdag stage. En dat is dan ongeveer van 8 tot 4 ongeveer. En dan heb ik, of soms later, dan heb ik altijd op dinsdagavond werk van 5:30 tot 9. En dan woensdag moet ik bijles geven en oppassen. En donderdag moet ik ook weer oppassen. En dan vrijdag heb ik niks. En dan zaterdag en zondag moet ik meestal werken. Dus mijn planning is gewoon echt net wat te vol. Dus daar moet ik nog even over nadenken. Ik ga in ieder geval nu even mijn outfit aandoen en dan ga ik hem laten zien. Dit is de outfit. Dit is dus van Chiquel met een topje van Shein. En deze broek. Ik zou dit zelf dus ook aandoen en ik vind het gewoon een hele leuke outfit. Ik ga dus nu richting bijles geven en oppassen. En dan film ik denk daarna weer. Ik moet ook echt mailtjes gaan beantwoorden, want ik hou het allemaal niet meer bij. En ik heb alleen niet gevraagd wat voor schoenen Noor hieronder wilde. Maar ik denk, of ik hoop eigenlijk dat ze witte schoenen wilde. Dus dat ga ik zeker doen. Ik ben net klaar met oppassen en bijles geven. En ik heb heel lief van hun. Oh, ik moet even rijden. Een whiteboard gekregen die ik op mijn kamer kan zetten. Ik moet alleen nog even stiften kopen ervoor. Maar zij ging het niet meer gebruiken, want ze gingen verhuizen. Ze gaan verhuizen, bedoel ik. Dus ik rijd nu naar huis en dan ga ik zo meteen koken. Volgens mij ging ik... Ik had een vers pakket gisteren gehaald. Ik weet even niet meer wat het was. Maar dat zal ik zo even laten zien. En ik moet nog echt even aan school. Dus dat moet ik doen. En ja, dat eigenlijk. Ik heb dus nu... en ik ben ondertussen even muziek aan het luisteren. Ik heb weer afgelopen week de podcast van Laura Haag geluisterd. Echt een aanrader. Heel erg spannend. Maar die heb ik afgeluisterd. En ik wil weer nu eigenlijk een nieuwe beginnen. Maar ik weet nog niet welke. Dus ik moet even nog kijken. Eline is naar de Action geweest en heeft twee lijstjes. Naar een hele dure winkel ben ik geweest. Oh, dus niet van de Action. Ew, wat is dit groen wat ik hier wil? Avocado. Oké, okay, en we hebben tape. En een schaar. En een tutorial. Een tutorial, how to plug. Lijstjes. Nou, best handig, want wij doen... Dit is van de Xenos. Ik kreeg hier letterlijk DM's over waar die vandaan komt. Letterlijk DM's, hè? Wajo! Doe eerst plakken. Hallo, welkom bij de tutorial How to Hang Decennio onder muur. Decennio met Action. Collaboration. Nou, dat zou best wel slim zijn. Oh, dit is dus niet heel recht. Andere kant op. Nee. Ja, maar dat klopt niet, jouw ding. Daar heb ik ook wel vol. Kan dit kastje nog openen? Kaarsrecht. Kan het kastje nog openen? Ik zag dat er een plaatje... Auw! Ik zag jullie... Na het zien van jullie oproep... Ah, is alleen een beetje te hoog. Te hoog voor mij. Jullie personeels op. Go! Wat we vandaag gaan maken is curry. Wat hebben we nodig? Kip, rijst, een bloemkool,
een paprika en nog meer dingen. Oké, de rijst zit nu in een pan. Ik heb nu alles gesneden. Ik hoop dat het een goede formaat is. Ik heb geen idee. Ik heb dit nog nooit gemaakt. En ik ga dus nu ook de kipfilet even pakken. Zo. Bon appétit. Zo, het gaat heel soep, Marjees. Oké, we hebben heel lekker avond gegeten. Ik kwam omdat ik het had gemaakt. En we gaan nu skileren. Terwijl het buiten min 10 is. Wat een cute avondje. Oh, ik wil ook een pet op. Oké. Vamos. Vamos. Oké. Gaan we met jouw auto? Ja, is goed. Oké. Dat is mijn lievelings. Oké, wij zijn terug. Nee, dat hoor je echt niet. Oh, kan je even een wc-rollen naar boven gooien? Oké. Want ik wou gaan vissen, maar ja. Die plukjes zijn heel raar zo naar binnen. Ja, dat is leuk. Hey Google, ga harder. Oh. Waar is mijn toiletpapier? Ja, ik ben al bezig. Au. Ik breng je boeien nou zo van naar beneden. Oké. Okay. Vandaag is weer de beurt aan Celia. Niet mijn Celia noemen. C bedoel ik. Het is vandaag donderdag. Vandaag heb ik een planning met nagels doen, oppassen. Dus hou er rekening mee. Hou er rekening mee. We gaan voor beige. Net als ik. Oké. Okay. Deze outfit noemen we de Inspired by Me. Oké, okay, deze top. En deze broek van de Zara. Moet wel even een hempie of zo onder. Ja. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En C heeft vandaag mijn outfit uitgekozen. Deze top is van Naked en deze broek is van Zara. En daaronder moest ik witte schoenen doen, dus die ga ik straks aandoen. Ik heb net al school gehad en ik ga zo meteen ook weer verder aan school. En ik moet om 11 uur weg, dan ga ik mijn nagels laten doen. Ik weet nog niet wat ik wil. Ik heb nu dus roze met hartjes. Maar ik dacht misschien wil ik wit. Maar ik moet er nog even over nadenken. En daarna moet ik oppassen en werken. Dus ik heb weer echt een hele drukke dag. Niet heel veel zin in, maar ja, het moet. Dus ik ga nu even aan school zitten. Waar is mijn laptop? Beneden zeker. Dus mijn laptop pakken en aan school. Oké, okay, ik zit in de auto en ik ga nu onderweg om mijn nagels te laten doen. Ik ga even een kwartiertje eerder, want dat is gevraagd. Voor mij komt dat eigenlijk ook wel heel goed uit. Dus ik ben nu onderweg. En dan zit ik daar ongeveer een uur en dan ben ik klaar. Ik weet dus echt niet wat ik wil met mijn nagels. Want ik wil echt iets lenteachtigs, maar ik weet het gewoon niet zo goed. Dus ik moet nog eventjes kijken. En daarna ga ik thuis weer snel verder aan school. En dan moet ik naar het oppassen toe. Oké, okay, ik ben terug van mijn nagels doen. Voor de verrassing heb ik roze. Ik sta aan een handje. Niks aan de hand. Nee. Oké, okay. Nou, oh, dit is niet echt het beste beeld. Ik heb mijn hoofd gezien, ik lijk wel een lijk. Ik had vorige week een reactie op mijn video dat ik niet eens op mijn halve hoofd moet filmen. Want ik film heel vaak zo, maar ik moet dus zo filmen. Bedankt voor de tips. Hebben we een rookmelder die zo kan gaan? Nee. Bereid je ons voor. Oké, okay, het is vandaag vrijdag. Toch? Het is vrijdag, ja. En Eline en Noor zijn in mijn kamer, want Eline gaat vandaag mijn outfit uitkiezen. Yay. Gisteren had ik een beige outfit aan. Hey, vond je mijn outfit ook nog leuk? Of, ja, die vond ik ook heel leuk. Alles tot nu toe. En weet je wat ze zei? Ja, dit is echt gewoon een outfit die Noor zelf ook had. Ja, dat was toch wel zo, met zo'n cardigan vestje. En maar die jij had, was dat die, ook. Zij ook. Die van C was ook echt heel C-outfit. Die van mij was ook Dus ik ben benieuwd. Tot nu toe hebben we deze broek en dit vest. Welk hemdje? Een witte of een zwarte? Ja, dat weet ik ook niet. Oké, okay, deze outfit heeft Lien uitgekozen. Dit vest is van de Sting. Deze broek is van de Stradivarius. En dit hemdje is van Shein. En welke kleur broeken moeten er, welke kleur schoenen moeten eronder? Met Jeezy's. Met Jeezy's, oké. Okay. Lien is net naar beneden gelopen voor mijn pakketje. Ja, even drie trappen omhoog en omlaag. Goed voor je kont. Ja, we kunnen het wel oprecht een keer doen. Dat we nou, gewoon... eigenlijk heb ik hem even op het school nu. Ik weet nu al niet wat ik heb uitgekozen. Zo erg is dat. Oké, okay. Als eerst. Lier favoriete item. Ja. Het is dus een rood shirtje en dan is de achterkant helemaal open. Oh, leuk. Die mag ik 10 keer bij je lenen? Tuurlijk. Maar dan moet je wel een plakbij aan. Dit schijnt toch door. Je moet een plakbij aan eronder. Wat een haarstofje. Nou, deze heb ik dus in een maatje S. En deze is normaal 18 euro.
Zouden jullie dat erover hebben? Ja, zeker. Oké. Nou, deze dus. Doe dit morgen wel aan, ja? Morgenavond. Oh, nee. Zonder BH. Nee, met plak BH. Oké, en dan deze leuke lange jurk. Met zebraprint. Kijk, oh, hij is wel heel lang. Hij is heel lang. Hij is leuk. Heel leuk deze. Maar deze is ook wel 50 euro. Op zich. Oké, in de maat S. Het is niet heel goedkoop, maar het is ook niet duur. Oké, deze jurk. Ik vind het toch wel leuk, mijn outfit zo met die spijkerbroek. Ik weet het. Ik ben zo'n goede stylist. Stylist. Oké, en dan. En dit is het rokje. Ik hoop echt niet dat hij te groot is. Welke maat had je? Een M heb ik genomen uiteindelijk. Ja. Maar nee, dit is wel goed. Oh, deze is wel echt heel leuk. Heel eerlijk. Ook met dat plooien. Plooiding. Oh ja, en dit is ook een broekje. Deze heb ik dus in de maat M. En deze is wel 40 euro. Heel leuk. Ik ga hier een foto in maken met een zwarte trui of zo. Oh, leuk. Oh, een XS heb ik besteld. Ja, want ze vallen altijd heel groot. Maar deze is wel heel leuk met deze achtergrond. Ja. Achterkant bedoel ik. En er staat ook blackout, of niet? Ja. En deze is 22 euro. Maar van die shirt vind ik dan wel de kwaliteit ook wel heel goed. Ja, ik snap dat het een shirt zou hebben. Maar klein uit. Ja, maar het is zo'n topje, weet je wel. Maar ik dacht heel leuk met een blazer erover. Ja. En dan gewoon zo'n crop topje. En deze was 18 euro. In de maat S heb ik deze. Nou, ik denk dat het bij mij wel past. Oké, dat waren de items van Lovies. Ik ben dus nu met Eline en Noor. We gaan naar de McDonald's. McDonald's. Eline, wat ga je eten? Chicken fried chicken en de pizza. Die gaat ik erin, hè? Wij nemen allebei een Happy Meal. Mm-hmm. Ik moet echt denken aan het filmpje van Dumpert van mij. Dat heb ik dus nooit gezien. Ik! Zal ik hem laten zien? Ja. Maar in een Happy Meal zit geen saus. Nee, heb jij nog saus? Ja, die moet je bestellen. Ik heb nog één saus. Moet je daar nog voor betalen? Jazeker. Mm-hmm. Maar kan dat wel? Ja, maar je kan ook een cheeseburger of iets anders nemen. Ik had voor vandaag ook nog een winkelafspraak. Dus dat ga ik nu doen bij de Action. Ik heb over 5 minuten de afspraak, dus ik ben er nu en ik wacht heel eventjes nog. En, want ik heb even whiteboardstiften nodig, eigenlijk niet zoveel. En we hebben dus net Mackie gegeten. Heel weinig wel, want ik ga vanavond waarschijnlijk ook Mackie eten met Eve. Maar ja, maakt niet uit. En ik moet dan straks oppassen. Dus ik denk misschien dat ik heel snel film wat ik heb gekocht. Maar dat weet ik niet zeker, omdat ik dus een beetje haast heb. Ik rijd terug van de Action. Er liggen 2 hele grote lijsten achterin die ik heb gekocht. En nog een paar andere kleine dingen die zal ik zo even laten zien. Mijn moeder belt me nu, dus ik neem even op. Oké, hoe laat is het eigenlijk? Oké, nou, wat ik heb gekocht is dit voor mijn tasje. Zal ik zo even laten zien. En whiteboardstiften en voor de rest alleen lijsten. Maar die neem ik mee. Dat zal ik zondag eventjes laten zien. Dat is voor mijn bordjeskamer. Die man zei, je moet de tas nog afrekenen. Ik zei, deze had ik meegenomen van thuis. Oké, ik heb die haakjes eraf gehaald. En nu ga ik proberen met dubbelzijdige tape in mijn kamer het even op te hangen. Let's go. Oké, kijk, want naast mijn deur hangt nu niks. Dus dan kan ik het daar ophangen. Denk je dat het heel raar staat? Nee, het is toch wel leuk. Ik heb het toch ook? Ja, ik heb het ook van jou. Ja, dat maar. We hebben mijn inspiratiebron. Dan hangt het daar gewoon lekker zo. Oké, dan heb ik ook een extra plank bij. Ja. Nee, je ziet het niet zo goed. Nou heb je weer een plankje vrij. Wat handig. Ik weet niet hoe ik hem stop. Ik eet altijd alleen maar hetzelfde. Oké, ik ben met Eve. En we zijn bij de McDonald's. Lekker. Zo, ik heb mijn wenkbrauw geverfd. Echt heel heftig. Helemaal niet. Ik ben ook heel rood. Ik heb mijn wenkbrauw ook geverfd. Naar mij is pas heftig. Oh, dit licht is wel echt... Dit is wel echt poepslecht. Ik zet hem al gewoon even hier, voor het idee. Oh, ja. Nee, ze waren echt heel aardig, vind ik. Ja, aardige mensjes. En zo. Ik niet altijd zo bij de McDonald's. En je moet maar even kijken of ik zou ook wel bloed zo gereinigd worden hoor, als ik bij de McDonald's zou werken. Oké, ik ben met Eve. We hebben net lekker een Mackie gegeten. Oké, we gaan nu even een ijsje halen. Filmen. En... Kellogg. Oh, chill. Ik ga bijna weer mijn naam. Oké, goedemorgen. Het is vandaag. Nou, goedemiddag. Zaterdag. Ik heb er al een hele sportieve ochtend op zitten. Ik ging eerst skileren samen met C. Dat heb ik volgens mij wel gefilmd. En daarna ging ik nog een workout doen samen met Noor. Een kwartiertje. En ik heb me net klaargemaakt. Ik ben nu mijn panty aan het aandoen. Dat ziet er een beetje stom uit. Wat we vandaag op de planning hebben, is foto's maken.
Knip worden. Knip, knip. En ik had dus gisteren een pakketje, was dat gisteren of eergisteren? Een pakketje van Lovies. Eergisteren. Gekregen. Nee, gisteren was dat. Dus daar ga ik even een foto van maken. En ik heb nu ook een pakketje van Chiquelle binnen. Maar ik vind dat zo stom dat altijd al mijn pakketjes in één week vlog zitten. Dus ik moet nog eventjes kijken hoe ik dat ga doen. Oké. Maar ik heb wel het rokje aan. Heel cute. Oké, ik ben foto's aan het maken. Met mijn huisgenoten in een parkeergarage. Origineel. Let's go. Oké, dit hoeft alleen van de achterkant. Dus dit is echt zo gedaan. Oké, we hebben foto's gemaakt en boodschappen gedaan. En dit is ook van mij. Is dat van jou? Mm-hmm. Oké, dan doe ik even dat van mij. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik heb gisteren echt helemaal niks meer gefilmd. Gisteren kwamen twee vriendjes van C eten. En ze had de tafel heel leuk gedekt en allemaal dat soort dingen. Dat heb ik alleen niet gefilmd. Ik heb mijn make-up opgeslapen, dus ik zie er echt niet uit. Ik ga straks naar mijn moeder toe. En die wilde eigenlijk nog even mijn kamer opruimen. Ik moet zo de woonkamer schoonmaken, want dat is mijn taakje. En ik had ook nog een pakketje van Chiquelle. Maar ik denk dat ik dat even in de volgende week vlog ga doen. Omdat er anders al gelijk twee pakketjes in zitten. Mega lekker weer is het. Dus ik ga zo meteen mijn spullen inpakken, woonkamer opruimen en mijn kamer even doen. En ik had dus ook een whiteboard gekregen. En ik had een stiften gekocht bij Action. Maar ik dacht, als ik nou voor elke week hier mijn to-do op ga schrijven, misschien ga ik me er dan een beetje aan houden. Dus dat was ik eigenlijk van plan, dat ik dat nu even ging opschrijven. En dan ga ik daarna aan beginnen met opruimen. Ik moet alleen even nadenken of ik hem zo of zo doe. Maar denk ik. Ik heb mijn to-do-lijst aangevuld. Ik heb de hele woonkamer schoongemaakt. Mijn kamer schoongemaakt. Gisteren de badkamer schoongemaakt. Dus ik ben helemaal tevreden. Ik ga straks de vlog editen. En dan ga ik hem ook afsluiten. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze vlog heel erg leuk vonden. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe weekvlog. Heel erg bedankt voor het kijken. Doei doei!